Ik heb mijn aangekleed opgemaakt. Maak je dan smeerkaas. Smeerkaas, ik had het niet gezien. Kijk. Wij zijn weer thuis en het was echt weer een gezellige kerstdag. Alleen, dus ik ga even beginnen aan een hele grote inhaalslag. Echt, oh my god, ik heb het zo laat gemaakt. Goedemorgen, het is tweede kerstdag en ik ga kijken wat ik aan ga doen vandaag, want ik weet het echt niet. Heel vaak shop ik voor de kerst, maar dat heb ik dit jaar helemaal niet gedaan. Het is ook allemaal raar dit jaar. Dus ja, what to do. En te vervelend dus ook. Ik ben ook een paar kilootjes zwaarder, dus ik kan ook letterlijk niet alles aan in mijn kast. Heel fout. Dus ja, ik weet het nog niet. Ik heb me aangekleed en opgemaakt. Mijn make-up is altijd heel raar in dit licht. Maar goed. Ik heb deze jurk aan van Select Femme. En ik heb deze doenlaarsje aan. Die vind ik er niet al te geweldig onder staan. Maar die gaan op dit moment. Dus ik heb weinig keus. Het is deze of mijn Guess Sneaker Wedges. Maar dat vond ik nog minder kerstig. Oh ja, en ik moet nog even sieraden pakken. Want ik heb nog helemaal niks. Ja, ik heb natuurlijk twee ringen. Die heb ik altijd om. En trouwens echt mijn nagels. Echt, ik baal zo dat de nagels van ons dicht zijn. Maar goed, ik moet dus even sieraden nog pakken. En dan ben ik verder in ieder geval klaar. Het zijn deze oorbelletjes geworden van Blush, allebei. Die vond ik heel leuk. Want daar kan ik mijn horloge bij aan. Het is allebei rosé goud. En ik vind rosé goud niet mooi te combineren met zilver of... gewoon goud. Al zijn mijn ringen natuurlijk wel zilver. En ik zag net dat ik er echt lang over gedaan heb om me klaar te maken. En dat was zo de deur al uit moeten. Maar ik moet nog wat dingetjes pakken. Oh ja, en ik heb vandaag mijn Kurt Geyer tas erbij. Die vond ik wel heel leuk. Aangezien ik helemaal aan het zwart ben, dan heb ik toch een beetje met roze en deze tas. Een wat fleurigere outfit. Smeerkaas, ik had het niet gezien. Kijk, ja. Het is een smeert op haar. En je ziet kaas. Maar jij ziet het beter dan ik. Wij zijn weer thuis en het was echt weer een gezellige kerstdag. Alleen mijn panty, ik ga het laten zien. Die deed dus al heel snel dit. In ieder geval begon met een gat en dat werd steeds erger. Het zit echt voor gemeten. Dus ik ga me nu even omkleden. En dan maar even een chill outfit aan. En dan ik die panty uit. Ja. En ik heb best wel een paar dagen nu niet kunnen editen. Dus ik ga even beginnen aan een hele grote inhaalslag. Marco is morgen vrij. Dus die staat morgen vroeg met cel op. Die was al moe. En ik ben 's nachts op mijn best. Dus ik heb de laptop. En ik ga even editen. Dat ik weer helemaal bij ben. En... dan ga ik daarna naar bed en dan slaap ik morgen weer uit. En dan zijn we weer helemaal op orde. En het is nu al eigenlijk een beetje laat. In ieder geval laat om te beginnen. Ik heb wel even thee gezet en wat lekkers voor tijdens het editen. Echt, oh my god, ik heb het zo laat gemaakt. Maar ik ben wel helemaal klaar. In ieder geval... ik heb alles geëdit. Ik heb nog niet alles gerenderd, maar dat kan gewoon tussendoor. Dus dat is geen probleem.
En nu moet ik zo echt snel naar mijn bed, want het is 9:30. Dus ik wil echt enigszins er nog uit kunnen vanmorgen. Dus ik wil de vlog even snel afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!